Ik mag u voorlezen uit Ezechiël hoofdstuk 36, de versen 22 tot en met 28. Zeg daarom tegen het volk van Israël, dit zegt God de Heer. Ik zal ingrijpen, volk van Israël, niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij de volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, spreekt God de Heer. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben. Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Tot zover. Thank you.
Uit het Nieuwe Testament lezen we Handelingen 2, de versen 22 tot en met 38. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem, steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleven en aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien. En gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël en daarom zeker voor zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en aan de apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Tot zover.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen we nu de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag echter opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene geestelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het vlees. En ik geloof in een eeuwig leven. Oh.
Lid u bidden. Lieve Heere, wat wij zongen van uw geest, wat wij danken van uw kracht, feest horen aan jouw gang door de eeuwen. Mooi gene, in jouw plan met deze vrouw. Dan bidden wij jou, voor elk die het paad buster is, en voor de mensen die het geen toekomst zeggen. Daarom bidden wij, Heer, ontferm jou. Voor de mensen die dichtslaan binnen, kromboogd in lids houden, mensen die het net meer weten wat het is om te zien, die het vol is van smet, die het erin alle dagen heeg achter de egen zitten. Voor al die mensen roepen wij te jou, Heer, ontferm jou. Voor de mensen die het net loskomen van het stof dat ze uitmaken binnen. Voor elk die het vast zit in eigen gedachten en eigen langsmen. Voor gewoon die het geen romte voor haar zeggen. Wilst jou alle dagen paard voor haar maat zien. Voor die alle jaren roepen wie te jou, Heer. Ontferm jou. Voor de eermen bidden wij, Heer, die het net ontbreekt om een geest, maar om eten en krijft voor onderwijs, voor drinken om het vol te houden, breien, van ziel en lichaam, van die de kans net krijgen, van die handen en voeten feestboom binnen, roepen wij mijn woord te jou, Heer, ontferm jou. Ja, kom maar jouw geest in ons vermidden, Heer. Brek de boeien los en maak ze u vrij van alles dat u vasthoudt. Jou u de moed in het betrouwen, om het maar de wind te wegen die u jouw kant uit waaien wil. Jou u de meerschip van jouw geest. Zo bidden wij in de stilte van uw zet elk uw eigenste dingen. In het betrouwen dat jouw vuur en jouw wien van haar zin en jaren litten zullen. In Jezus naam. Amen.
En liet ons dan verder gaan met vrede en vreugde, dragende in broegen proch de seine van de Alderheegste. Ja, de genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God ons huid en de gemeenschap van de Heilige Geest is en bloot met ons alle jaren. Amen.